Het is een boek over over veel verschillende dingen. Het is, denk ik, het is een boek over dat zich situeert in Antwerpen. Maar eigenlijk is het ook een boek dat in eender welke stad ter wereld zich zou kunnen afspelen. Een verhaal dat zich overal zou kunnen afspelen. Omdat het gaat over plekken en verhalen. Hoe verhalen verbonden zijn met plekken. Hoe over periodes die een stad en die plekken kunnen doormaken. Hoe ze veranderen. En hoe de verhalen in het diepst van mijn gedachten altijd blijven hangen. Ook al veranderen plekken en verdwijnen plekken, de verhalen blijven hangen en we blijven eraan terugdenken en we blijven ze vertellen en iedere keer wanneer we ze vertellen is het weer een nieuw verhaal eigenlijk. En afhankelijk van wie het vertelt is het weer een nieuw verhaal. En in dit boek is het een verteller, een man, een ik-verteller die terugkijkt op een periode of die eigenlijk het verhaal doet van wat voor hem een iconische gebeurtenis is, namelijk vier nachten in de tweede helft van de jaren 90, tijdens de welke hij met twee vrienden inbrak in een leegstaand appartementsgebouw. En in dat leegstaand appartementsgebouw is een flat achtergebleven die volledig gemeubileerd is gebleven. Niemand weet waar de bewoner is. En zij stelen daar 5000 jazzplaten, een opgezette ballonvis en een stapeltje met brieven. Kladversies van brieven. En die brieven die leiden hem, die verteller, naar een andere periode in de stad, begin jaren 80, waar een jonge weduwe een piratenzender, een radiozender, ontdekt en brieven begint te schrijven aan de DJ van die piratenzender. Radio en ik heet die zender en die DJ heet DJ Clive Davis. En eigenlijk door terug te kijken op die vier nachten en die inbraak in het appartementsgebouw, kijkt hij terug op een periode van 5 jaar. Een periode waar hij vele goede herinneringen aan heeft. En tegelijkertijd boetseert hij uit wat zij daar gestolen hebben tijdens die vier nachten, boetseert hij een nieuw verhaal over een andere periode en projecteert hij zijn eigen herinneringen, verlangens, vergissingen, dingen die hadden kunnen zijn, projecteert hij op een verhaal dat zich begin jaren 80 afspeelt. Op dat nieuwe verhaal. Op dat nieuwe verhaal. Hij maakt eigenlijk een nieuw verhaal. Een verhaal, hij vraagt zich af, wat kan hier toch gebeurd zijn geweest in dat appartementsgebouw waar wij inbraken? Wat kan zich daar hebben afgespeeld? Waar alle leven uit verdwenen is. Hij heeft alleen nog maar die herinneringen en die paar objecten die ze hebben bijgehouden van die paar nachten. Die jazzplaten die nog steeds in zijn kast staan thuis. Die brieven die hij terugvindt in wat hij een herinneringkast noemt die in zijn huis staat. En hij begint dat verhaal opnieuw samen te stellen. Hij maakt eigenlijk een nieuw verhaal. Vanuit welk verlangen? Vanuit een verlangen om wat hij noemt het patroon te vinden. En het patroon is? En het patroon is onvindbaar. en een illusie waarschijnlijk. De illusie, de gedachte, wat hij de hele tijd zegt eigenlijk in het boek is, ik ben op zoek naar het patroon dat de grondslag ligt aan hoe de dingen gaan in het leven. Hij is op zoek naar de plot. Zoals een schrijver vanuit een eerste idee op zoek gaat naar de plot. Die geweldige plot waarbij hij hoopt de lezer zand in de ogen te strooien. Eén detail aan het oog van de lezer te onttrekken. Dat het aan het eind van het verhaal plots alles aan elkaar zal alles met elkaar zal verbinden op wonderlijke wijze. Daar verlangt hij naar. Te vertellen van dit verhaal. Hij hoopt een plot te ontdekken, een patroon dat in grondslag ligt aan alles. Alleen naarmate hij steeds verder graaft in zijn herinneringen en naarmate hij steeds verder geraakt in dat verhaal dat zich begin jaren 80 afspeelt met die brieven en die weduwe en die radio-dj, dat verhaal dat hij aan het maken is,
hoe meer hij moet vaststellen dat het patroon onvindbaar is. Dat het niet bestaat. Dat het niet bestaat. Hij zegt ergens, er is geen plot. En ik denk dat dat een vrij universeel verlangen is voor veel mensen. Wanneer ze eenmaal op een bepaald punt in hun leven zijn aangekomen, dan ga je terugkijken en jezelf afvragen, hoe ben ik hier in godsnaam beland? Wat waren de krachten die mij deze kant op hebben gestuurd? En heel vaak moeten we vaststellen dat wij ons niet per se kunnen herinneren wat de beslissingen waren die wij genomen hebben, of wat de beslissende momenten waren. Vaak moeten wij vaststellen dat het leven ons vrij ongemerkt een kant op heeft geduwd. Want dat is waar dit boek eigenlijk voortdurend van rept. Hè? Die willekeur, dat toeval. De momenten. Als een soort van klotsend bestaan dat op de een of andere geheimzinnige manier ergens uitkomt. Ja, en de momenten die. En wij herinneren ons vaak wel de momenten die beslissend hadden kunnen zijn. Hè? De momenten waarop je gezegd hebt van nee, ik doe het toch maar niet. Of dat zijn vaak dingen waar we dan later aan terugdenken van goh, als ik toen toch maar die studie was gaan doen. Of als ik op dat moment toch maar mee was gegaan met dat meisje. Of als ik op dat moment toch maar, weet ik veel, iets anders had beslist dan wat ik beslist heb. Dan had het misschien heel anders kunnen uitdraaien. Toen ik begon aan jouw boek, toen dacht ik, zou de stad de hoofdpersoon zijn? Maar achteraf denk ik dat een misverstand is, hè? Nou, de stad speelt wel een hele belangrijke rol in dit boek. De stad is bijna een personage. De stad is bijna een personage. Maar toch moet de hoofdpersoon ook vaststellen op een gegeven moment in het boek dat de stad het decor is. Want hij... De stad, op een gegeven moment gaat hij terug naar Antwerpen, naar de plekken waar het verhaal zich heeft afgespeeld. Hij gaat terug naar Antwerpen-Zuid, waar hij woonde in de jaren 90 toen hij die inbraak pleegde met zijn vrienden. En hij gaat terug naar dat appartementsgebouw, wat nu een hotel is, en hij boekt daar een kamer. En hij moet vaststellen dat alles weg is. De stad is veranderd. Er zijn gebouwen weg. Er zijn plekken. Er zijn nu nieuwe dingen, nieuwe gebouwen op oude plekken gekomen. Er zijn nieuwe patronen. Er zijn nieuwe patronen. Er zijn nieuwe mensen die daar wonen. Er is een nieuwe dynamiek. En met name op Antwerpen-Zuid, de wijk waar hij zoveel plezier heeft beleefd, moet hij vaststellen dat is mijn wijk niet meer. Iedereen is hier weg. Ze kennen mij hier niet meer. Niemand weet hier nog wat ik drink op café. Er zitten ander soort mensen in die cafés. En ik loop hier niet meer in mijn wijk. Ik loop hier nu rond in een decor eigenlijk. Het decor van het verhaal dat ik aan het vertellen ben. Ik las het boek bijna als een muziekstuk. Kan je daar iets bij voorstellen? Dat ben ik heel blij om dat te horen. Zeker. Hij steelt daar die jazzplaten. En die staan nog altijd in zijn kast. En jazz, het boek gaat niet over jazz. Of ik wou ook niet over jazz als muziek schrijven. Maar ik wilde jazz wel heel graag gebruiken als de vorm van het boek. En als een metafoor voor hoe het leven zich kan ontwikkelen of hoe het leven vaak gaat. Voor de chaos misschien ook wel? Of de en willekeur. Voor de chaos die het leven soms kan zijn. En de schijnbare, stad soms kan zijn. De schijnbare patronen. En de schijnbare patronen die heel vaak in jazz opduiken. En jazz is een muziekvorm die voortdurend refereert aan anderen. Dus wanneer jazzmuzikanten gaan spelen, dan vertrekken ze vaak van een eenvoudige melodie. En vervolgens, wanneer ze beginnen te improviseren, dan gaan ze uitweiden en dan ontstaat er een soort van schijnbare chaos in die solo's of in het samenstel. Maar iemand die goed oplet en die veel van jazz kent, die zal voortdurend knipoogjes herkennen en referenties die worden gemaakt naar andere jazznummers, melodielijntjes die terugkeren, die vervormd worden. En zo... Kan een jazznummer of een jam sessie zich ontwikkelen tot een waanzinnig complex muziekstuk,
waarin desalniettemin voortdurend wordt teruggegrepen op hele eenvoudige terugkerende patroontjes. En dat is ook een beetje dat klinkt altijd een beetje pretentieus om dat zo te zeggen, maar dat is wel een beetje wat ik doe ook in het boek. Dat wordt voortdurend versneld, vertraagd, in tempo, in stijl en in vorm. Maar het lijkt ook wel alsof je... Als bedoeling om iedere keer weer terug op te haken. Ik zoek ook heel de tijd weer, de verteller zoekt ook heel de tijd weer aanknopingspunten, pakt dingen terug. Het lijkt ook wel alsof je serieus geprobeerd hebt om partijen te schrijven. Om? Partijen te schrijven. Ja, god, dat gaat misschien wel ver, maar... Gaat dat te ver, ja? Ik heb wel echt geprobeerd om... misschien is dat wel waar in zekere zin. Het was een goede vorm om te gebruiken voor dit verhaal, omdat je ook te maken hebt met drie tijdperken, drie verhaallijnen eigenlijk. Heden, eind jaren 90 en begin jaren 80. Verhaallijnen die allemaal in elkaar haken op een bepaalde manier. En dus tegelijkertijd heel weinig met elkaar te maken hebben. Maar die verteld worden allemaal vanuit eigenlijk een ik-verteller. Dus uiteindelijk vertrekt alles vanuit de lead saxofonist of de leader of the band. Alles vertrekt vanuit hem. Andere mensen komen aan het woord, hebben ook hun solo's. En allemaal hun eigen stijl en hun eigen vertelstijl. En de jongens en meisjes in het café klinken als de zwarte toetsen rechts op het klavier. En daar wordt inderdaad ook soms letterlijk naar gerefereerd in het boek. En als de hi-hats van het drumstel. Ja, ze worden vergelijkingen gemaakt met muziekinstrumenten of met de manier waarop iemand praat. De geluiden van de stad als een drumstel, al dat soort referenties worden natuurlijk niet toevallig gemaakt. Ja, dat klopt. Dat was wel de bedoeling, dat het ook qua tempo en de manier waarop verhalen in elkaar haken, dat soort ritmiek zou krijgen. Veel meer dan over jazz te schrijven, dat het zou lezen als jazz. Ja. En dan, zonder dat het een chaos of een echte chaos wordt. Ja, precies, dat wilde ik zeggen. Waarmee het een boek geworden lijkt, dat op zoek gaat naar een soort van schijnbare orde in de chaos en de willekeur. Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen, ja. Waarom werd het dit boek? Het had talloze andere boeken kunnen worden. Omdat het basisidee dat ik had, namelijk de inbraak in het appartementsgebouw met dat ene appartement dat helemaal bemeubeld was achtergebleven in een verder leegstaand gebouw. Dat beeld sprak zo tot de verbeelding. Het bood zoveel mogelijkheden. Ik zag dat appartement eigenlijk als een soort van draaideur die mij in verschillende verhalen kon doen belanden. Dat was ook het eerste idee, om een soort van mozaïekvertelling te krijgen waarbij verschillende verhalen iedere keer zouden beginnen of eindigen of zouden passeren in dat appartement. Waardoor die plek als een soort van centrum zou worden van verhalen, waaruit verhalen vertrekken of aankomen. Dat betekende dus ook dat er enorm veel mogelijkheden waren. En ik heb ook heel veel research gedaan naar die wijk, naar die plek, want die plek bestaat echt, het hotel bestaat echt. Ja, die kun je gewoon op Google vinden, zag ik. Ja. Het hotel waarvan sprake is in het boek bestaat ook echt. Ik ben ook echt daar gaan overnachten. Ik heb een stadsgids onder de arm genomen die heel veel over die wijk wist. En waar kwam die anekdote vandaan over dat appartement? Ja, dus dat is echt gebeurd. Er is op een gegeven moment op die plek in het toenmalige appartementsgebouw een brand geweest. Het was wel niet, ik heb al heel veel dingen vervormd en veranderd, het was niet in die periode precies. Maar alleszins, ik ben dat verhaal op het spoor gekomen. Dat daar dus een appartementsgebouw of een appartement achterbleef.
waarvan niemand wist waar de bewoner was. Als schrijver hoor je wel eens dingen en ik spreek je wel eens mensen en mensen vinden het ook altijd heel fijn om, als ze denken dat ze een goed verhaal hebben, om dat aan mij te vertellen. Dat bleek in dit geval zo te zijn, want heel vaak is het dan geen goed verhaal dat ze je vertellen, maar in dit geval kreeg ik een aantal geweldige cadeautjes links en rechts. En dus ik ben daar ingedoken. Ik heb dat vermengd met andere verhalen. Ik ben mensen gaan interviewen. Ik heb een aantal zeer oude mensen, maar mensen van de 90 jaar oud, gaan interviewen over die wijk, over plekken. Zo kom je ook weer helemaal allemaal dingen te weten, zoals het feit dat de weg waar het appartement is, de Plantijn en Moretuslei, waar heel veel zich afspeelt in het boek, daaronder stroomt nog steeds de Herentalse Vaart, een kanaal dat in het begin van de 20e eeuw is overdekt met de Plantijn en Moretuslei, maar dat water stroomt dan nog steeds en bevloeit het Stadspark in Antwerpen. Al dat soort mooie dingen kom je te weten. Dus eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar daarmee is de vraag nog niet beantwoord. Waarom werd het dit boek? En daarmee is de vraag nog niet beantwoord, waarom werd het dit boek? Daarmee heb ik wel geïllustreerd dat er enorm veel mogelijkheden waren. En soms denk ik nog wel eens van... Maar je schrijft een boek over de schijnbare... Dus het een leidt tot het ander. Ik heb echt... Het is mijn derde roman en het is de eerste keer dat ik pas als schrijvende eigenlijk te weten ben gekomen waar het boek over ging en zou moeten gaan. Met mijn vorige twee romans... de eerste was heel erg autobiografisch. De tweede vertrok heel erg vanuit de thematiek. Ik ben gelukkig zijn machteloos, wilde ik het over angst, hedendaagse angst hebben. En dan heb ik dat verhaal erbij, heb ik echt verzonnen en de constructie en alles... Vooraf. Gepland. En alles bedacht. Alle lijnen uitgezet. Alle lijnen uitgezet, personages ontwikkeld en echt volgens het boekje haast, zal ik maar zeggen. Of zoals ze het leren op de schrijverschool. Ja, gewoon volgens een recept. Heb ik dat boek in elkaar gezet. En uiteraard gebeuren er dan in het schrijfproces nog een heleboel dingen waar je geen vat op hebt. En gaat het allemaal toch weer anders dan je had bedacht. Maar alleszins, er was een vooropgezet plan. Bij dit boek had ik alleen een paar ideeën en heel veel materiaal, heel veel research vooraf gedaan. Waardoor ik een enorme hoeveelheid had. En op een gegeven moment had ik ook wel een aantal personages. En ik had een aantal herinneringen aan die wijk in Antwerpen-Zuid uit de jaren 90, waar ik zelf toen gewoond heb. En dat was ook een heel interessante periode in Antwerpen. En ik ben beginnen schrijven. En ik ben gewoon beginnen schrijven in eerste instantie over die inbraak in die vier nachten en over die periode in Antwerpen. Wat een periode was, Antwerpen-Zuid was een plek toen waar alle creatieven van de stad samenkwamen. Dus we hebben het over muzikanten, acteurs, journalisten, schrijvers. En dat was een tijd waarin jij daar zelf ook... En dat was de tijd waarin ik daar zelf ook woonde. Deus, de bekende Antwerpse popband, die brak door in 1994. Internationaal, dat was ongekend. Jonge gasten, mijn leeftijd, 3, 24 jaar oud, die plotseling elke dag op MTV te zien waren. Met hele vernieuwende popmuziek. Het was echt een oerknal voor ons als jonge mensen daar. De modeacademie had in één keer Walter van Beieren ook aan de Meulemeester, de grote zes van de Antwerpse modeacademie, die doorbraken. In 1993 was Antwerpen culturele hoofdstad van Europa. Er gebeurde gewoon ontzettend veel. En al die mensen zaten daar op Antwerpen-Zuid. Tegelijkertijd was het ook de grote doorbraak van extreem rechts in Antwerpen. Het Vlaams Blok, die een ongekende populariteit kreeg. 30% van de stemmen in Antwerpen haalde. En die zaten weer, of die vonden hun voetingsbodem in Antwerpen-Noord. Borgerhout, Zurenborg, daar waren toen heel slechte wijken waar heel veel migranten... woonden en tegelijkertijd heel veel Antwerpenaren, ja, de echte oude Antwerpenaren. Dus de safehoek is ja, Antwerpser dan dat kan het niet worden. Het is alsof, dat is eigenlijk de Jordaan van Antwerpen.
Het boek speelt zich niet toevallig ook af op die twee plekken in de stad. De noordoosten van de stad, waar dat appartementsgebouw staat. Op de grens van wat nu nog steeds, wat ze nog steeds Borg Rocco noemen. Borgenhout. En vanwege het feit dat daar een multiculturele buurt is. En Zurenborg, waar heel veel blanke, jonge gezinnen wonen. Enerzijds, Pantin Moretus-Laar, die twee buurten van elkaar scheidt, is echt een kruispunt van culturen. Joodse wijk, Arabische wijk, heel veel Oost-Europeanen, heel veel Brazilianen. En Antwerpen-Zuid, de andere kant van de stad, wat toen, in de jaren 90, een zeer artistieke broeihard was, met heel veel cafés en uitgaan, concertjes, etc. Wat nu een hele rijke buurt is, bourgeois-buurt, is geworden. Met hele chique huizen die allemaal gerenoveerd zijn. Prachtige buurt nog steeds. Maar een totaal ander publiek. En het speelt zich niet voor niets daar op die demarcatielijn af, zeg je? Nee, omdat het dat zijn twee tegengestelde buurten. Zeker eind jaren 90, toen ik in Zuid woonde, was Noord echt de slechte buurt van Antwerpen. En heel veel mensen die toen uitgingen op Antwerpen-Zuid, eind jaren 90, die wonen nu, die hebben allemaal eind jaren 90, begin jaren 2000 huizen gekocht in het noorden van de stad, want daar was het goedkoop. En die hebben allemaal die huizen zitten renoveren en nu wonen die allemaal in Zurenborg. In mooie gerenoveerde herenhuizen. En wat is daarmee gezegd? Ja. En daarmee is dat geeft een beetje aan hoe een stad, wat de dynamiek van een stad is. Ik had het daar ook over met die stadsgids. Die zei ook van ja, elke wijk in zo'n stad die maakt eigenlijk een soort van periode van 100 jaar. Waarin zo'n wijk een cyclus doorloopt. Borgerhout was aanvankelijk en Zurenborg was aanvankelijk een rijke buurt. Vervolgens ging dat langzaam bergaf. Dan werd het verwaarloosd, werd het een slechte buurt met drugs en dealers en niemand wil daar nog wonen. Vervolgens komen de mensen met minste geld daar wonen, dat waren in eerste instantie heel veel allochtonen. Vervolgens gaat het weer net iets beter, die beginnen wat te klussen aan die huizen. Dan komen er jonge mensen, die hebben te weinig geld, artistiekelingen, die willen daar gaan huren, goedkoop gaan huren. Dan zijn er een paar die een vaste baan krijgen, die kopen zo'n huis, die beginnen dat te renoveren, dan steeds weer. En hops, aan het eind van die 100 jaar is het terug een rijke buurt. En ook dat zie jij als chaos? En dat is een soort van, ja, chaos is dat niet, maar dat is wel hoe zo'n stad leeft en hoe de hele tijd de goede wijken worden slechte wijken, de slechte wijken worden goede wijken. Dat is een dynamiek die voortdurend aan de hand is. En de wijk waarin de hoofdpersoon woonde eind jaren 90 en hij eigenlijk samen met een heleboel jonge mensen de status quo doorbreekt, is nu een wijk die de status quo vertegenwoordigt. En daarmee is de stad misschien wel een mensenleven. En zo leeft de stad als een mens, ja, zeker, ja. Ja. En ik vond het interessant om dat ook een beetje zo te laten zien. De ik-persoon die zegt ook ergens in het boek van, op een gegeven moment zitten ze op het dak van de appartementsgebouw en ze kijken uit over Zurenborg. En hij zegt van Zurenborg, daar gingen de eerste van onze generatie, gingen daar een huis kopen om er vervolgens elk weekend in te zitten klussen, om het maar te renoveren. Dat was een tijdperk dat wij zo laat mogelijk wilden betreden, want dat wilde betekenen dat je volwassen werd geworden, als je daar een huis ging kopen. En aan het eind van het boek loopt hij rond in Zurenborg en hij ziet allemaal mensen die hij toen kende vanuit de kroeg in Antwerpen-Zuid. Hij zegt, meisjes die ik had willen versieren en gasten met wie ik zat ben geworden, die lopen nu plotseling met kinderen aan de hand over het plein in Zurenborg. Dat zijn allemaal mensen die ik had kunnen zijn. Het lijkt alsof je erover schrijft met een zeker gevoel van heimwee. Dat is niet helemaal waar, maar het is wel. Hij zegt, de verteller zegt ook ergens in het boek.
wanneer hij zegt, alles is heimwee, of het groeiende besef van het gebrek eraan. Dat is wel een zin die goed... Het gebrek aan heimwee, ja. Dus het groeiende besef dat je steeds minder heimwee hebt. Naarmate je ouder wordt. Naarmate je er langer weg bent. En dat vat wel goed mijn sentiment samen ten aanzien van Antwerpen, zou ik maar zeggen. Dat het verdwijnt. Ik voel mij nog steeds heel erg Belg en Antwerpenaar. Maar ik woon ondertussen 12 jaar in Amsterdam. En het gevoel Antwerpenaar of Belg te zijn, wordt eigenlijk versterkt door het feit dat ik vaststel dat ik het steeds minder mis. Hoe moet ik dat uitleggen? Omdat ik nu het niet meer ben. Het is niet meer mijn stad. Als ik nu in Antwerpen rondloop, dan stel ik vast dat ik die stad steeds minder goed ken, zoals ze nu is. Ik ken de stad zoals ze vroeger was. Heeft het er iets mee te maken dat je het ook niet meer wilt zijn? Ik ben heel gelukkig waar ik nu ben. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar... Wat deed je vertrekken? Oh, heel banaal, de liefde. Maar op een gegeven moment, toen ik een aantal jaren weg was, kwam ik nog wel eens terug. Ik ben lang nog vrij regelmatig terug geweest op Antwerpen-Zuid, de eerste jaren nadat ik verhuisd was. En dan vervolgens een aantal jaren niet meer. En toen nog eens een keertje wel. En dat, zo, toen ik er een paar jaar niet geweest was en ik kwam terug, nog eens een keer in die wijk, dat was het moment waarop ik in één keer door had, oh, alles is weg. Dit is niet meer mijn wijk. Mijn verleden is weg. Huh? Mijn verleden ja, is weg. Ja, dus mijn wijk is weg, mijn verleden is niet weg, mijn verleden is nu een herinnering. En die wijk, die is weg. Dus ik kan wel mijmeren en met plezier terugdenken aan mijn verleden, maar ik kan geen heimwee hebben naar een plek die er niet meer is. Ik kan toch niet terug naartoe. Naarmate dat die plekken veranderen en helemaal en alles wat er was weg is, is het ook veel makkelijker om daar geen heimwee naar te hebben. De verhalen en herinneringen en de beelden zitten in mijn hoofd. En ik denk dat voor veel mensen geldt. Het klinkt alsof heimwee niet een prettig gevoel is. Heimwee kan een heel prettig gevoel zijn. Maar het heeft ook wel een soort, voor mij, een connotatie van... Het impliceert ook een beetje alsof je terug kan. He, als je een maand op reis gaat, dan kan je ook heimwee hebben naar thuis. Ja, en je kan ook terug. Vervolgens pak je het vliegtuig en je komt terug thuis aan. Heimwee naar het verleden is natuurlijk een onmogelijke heimwee. Je kan niet terug. Dus ik vind dat is ook geen... Dat is meer melancholie. Dat is iets anders.